Hi meiden, mag ik jullie wat vragen? Ja. Wat zijn jullie aan het doen? Wandelen voor water. En waarom zijn jullie dat aan het doen? Voor waterputten in India. In India? Of voor de wc's. Ja, en de wc's. Oh, oké. En waar wandelen jullie nu mee? Met 6 liter water op ons rug. Is het zwaar? Ja. Maar als je af en toe je rugzak op je buik en dan weer op je rug doet, dan valt het wel mee. Ja. Oké, mooi zo. En jullie hebben ook een gastles gehad over water, toch? Ja. Wat hebben jullie toen geleerd? Veel. Ja, te veel om op te noemen. We hebben heel veel geleerd. We hebben van dat ze geen doortreksysteem hadden. En dat je dood kan gaan van diarree. Ja. Ja, daar is ook geen ziekenhuis. Ja, ze hebben geen ziekenhuizen. En dat soort dingen hebben we allemaal geleerd. Ja, ze krijgen les om hun tanden te poetsen. En ze krijgen les om naar handen te wassen. Ja, handen te wassen. Ze krijgen les voor hygiëne. Ja, dat is wel anders dan hoe wij het hier hebben, hè? Ja, heel anders. Ja. En, maar daar is wel lekker warm. Ja, maar wat zou je ervan vinden om elke dag met water te moeten lopen? Alleen om te kunnen drinken? Vreselijk. Ja, vreselijk en heel erg zwaar. Vreselijk zwaar. Ja. Super zwaar. En vinden jullie dit een beetje leuk? Of? Ja hoor. Zolang we kunnen kletsen en we een beetje muziek hebben of zo, dan is het toch gezellig. Oh, leuk. Ja. Nou, heel veel succes nog, meiden. Ja, okay. Doei.